Ik heb het genoegen om iets over de toekomst te gaan zeggen, tenminste mijn idee daarover. En ik heb goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat we halverwege een leercurve zitten met een enorm gouden eeuw die voor ons zou kunnen gaan uh, uh, ontstaan. Maar het slechte nieuws is dat halverwege zitten we in een crisis. En die crisis, die, die recessie, die wordt door de regering totaal slecht begrepen. Die denkt dat het daarna, na de crisis, gewoon weer op de oude manier allemaal precies door zal gaan. Maar dat is niet zo. Een aantal dingen zullen echt nog verder in elkaar storten. Dat is jammer, jammer, jammer. En een aantal dingen zullen opeens uit het niets verschijnen en gigantisch groeien. Nou, ik zal u eerst even laten zien de recente vakantiefoto die ik ergens heb genomen. Waarbij dus iedereen online is, de hele dag, zelfs op het strand. En met hun smartphone zelfs dat het dus sporen achterlaat op hun lijf. Dus dat we niet genoeg aangesloten zijn, dat is een fictie. Maar het probleem is, we zijn zo aangesloten dat er dus werking van uitgaat. Er ontstaan smartmops, er staan opeens uh, uh, corporaties, uh, dingen die naar haren bijvoorbeeld. De, de regering en de overheid is nog steeds niet helemaal bijgekomen over dat Facebook-feestje, wat daar werd verkondigd, dat opeens weet ik hoeveel duizenden jongelui daar bier willen gaan drinken. En dat dat kennelijk georganiseerd is, ge gecoördineerd. Aangejaagd natuurlijk door de journalisten, maar er zit, er zit een bepaalde uh, ja, collective intelligence in. Nou, ook nu wat op dit moment in Hongkong aan het gebeuren is. Kijkt u daar eens heel goed naar. Die jongelui die hebben trouwens gebruikt Firechat met Bluetooth. En alle systemen die de regering dus heeft aangevallen, inclusief iOS, wat nu, waar nu virussen over worden verspreid, die konden ze gewoon, die gebruikten ze helemaal niet. Ze gebruikten geen wireless, ze gebruikten geen, geen uh, telefoonnetwerken. En dat leuke van Firechat en Bluetooth is dat het in een Maasvorm, in een mesh, kan opschalen tot honderdduizenden of misschien wel een half miljoen mensen die daar nu in Hongkong vinden dat zij een bepaalde verandering willen doorvoeren. Zeer georganiseerd, zeer coöperatief. Nou, dat geeft dus hele rare effecten. En de reactie van al onze leiders is enorme crisis over moet het nou meer centraal of decentraal, of provincies wel of niet, uh, de, de zorg decentraal naar de gemeentes, fascinerend oninteressant. Want het gaat namelijk niet om verticaal de hiërarchie en wie het voor het zeggen heeft. In Hongkong kan je ook niet precies vinden wie het voor het zeggen heeft. Dat wordt samen besloten en heel snel gecoördineerd. Die leiderschap is met de dag meer irrelevant aan het worden. Ook nationale grenzen zijn meer, meer en meer irrelevant aan het worden. Dus wat komt er dan? Nou, de echte kern van, het, van de vraag is. Hoe creëer je welvaart? Hoe wordt, hoe wordt waarde ge, ge, gemaakt door een aantal mensen? Hoe doe je dat in samenwerking? Wat dus in, dat, in dit congres de hele tijd door alles een rode draad heen draait. Hoe willen mensen wel samenwerken? Heb je ooit twee medici samen iets in doen? Dat zou iets totaal nieuws zijn. Universiteiten onderling. Zeg, welke andere universiteiten zeggen dan? Want ze redeneren naar zichzelf toe. De nieuwste kreet is nu steden, dus uh, dat is het verhaal van Richard Florida. Die heeft een aantal jaren geleden heeft hij ontdekt dat er steden zijn waar jongelui, zoals u, de creative class naartoe gaan, waar het bruist, waar dingen worden ontwikkeld, en er zijn steden waar die jongelui wegtrekken. En er zijn een aantal dingen: technologie, tolerantie, talent. En als je daar niet accommodeert en ook sportvoorzieningen, universiteiten, allerlei... Dat is een heel weefsel. Als je dat niet in de gaten hebt, dan gaan ze bij jouw stad weg. Dat is voor een deel waar. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor meneer eh, Florida. Want die kan al die steden langsgaan en zeggen dat we gaan dat hier organiseren in Lutjebroek. Maar eh, het vervelende is dat centraliseren dat zelf centert... Ik heb voor de Farbe to the Home projecten. ben ik bijna alle burgemeesters in Nederland langs geweest. En die hebben altijd een schema achter een folder. van Lutjebroek in het midden. en dan met afstanden, rijafstanden. naar Stockholm en naar Parijs. Ja, logisch. Ze hebben gewoon een passer op de kaart gezet. en dan blijkt dat zij in het midden zitten. Ja? Dat kan natuurlijk niet. Niet iedereen kan in het centrum zitten. En de Amsterdammers hebben dat heel sterk. Die vinden dat zij. De navel van de wereld zijn. Daar gebeurt het. Mijn kinderen ook wonen daar, want daar gebeurt het. Ja, het is ook fantastisch. Maar ik ga nu iets verder dan dat kijken. Um, als je kijkt naar de, werk, naar de werkgelegenheid in Europa, dan blijkt dat er in Duitsland, Oostenrijk en uh, uh, ja, Zuid-Duitsland, vooral in, in Nederland en Midden-Engeland, dat daar enorme boom aan de gang is. Dus er zijn plaatsen waar die recessie al voorbij is, waar werk wordt gecreëerd, heeft u gisteren ook kunnen zien hoe dat in en rondom Eindhoven gebeurt. Maar het is niet alleen die stad, het is een soort keten en een heel, op een heleboel manieren kan je die keten in, ka in kaart brengen, namelijk door Twitterverkeer, bewegend Twitterverkeer. Ja, dat. Eén minuut is genoeg. En uh, allerlei andere uh, attributen. En dan blijkt het dat je tot van Midden-Engeland, door Zuid-Nederland, Duitsland, Oostenrijk enzovoort, Hongarije, tot in Istanbul een soort spoor door Europa ziet waar het gebeurt op het waar het groeit. Waar ook de universiteiten gaan opbloeien. Nou, als je dat nog wat verder analyseert, dan loopt het zelfs door tot Shanghai. Het is een soort zijderoute. We hebben dat eerder gezien in de historie als de. Uh, uh, de uh, nou, ik kan er even niet opkomen, um, De, de uh, Hanse uh, trade routes. Allerlei afspraken tussen partijen om elkaars dingen te. En vooral hele bijzondere dingen te koppelen. Het kan zelfs de rest van de wereld gaan doen. En uh, het wordt ook een bredere dan een keten. Nou, mijn advies is: ga eens vanuit Nederland kijken naar overeenkomsten tussen universiteiten op deze keten. En Surfnet, ga eens kijken of je niet ook op die route een infrastructuur met datacenters en, allerlei, en eh, eh, internet exchanges kan aanleggen, waardoor dat wordt geaccommodeerd. Dan zou je zien dat Europa niet de antwoord is, maar dat er een, een backbone door ons continent gaat lopen waar dingen gebeuren. En laatste opmerking is. Ja? ja. Ga ervoor liggen. Ja. Dat ben jij. Dus, oh, ben uh, ik niet dat dan? Ja. Is uh, als je jong bent en je wil in de toekomst succes hebben, ga iets heel speciaals doen en ga samenwerken met anderen die hele andere specialiteiten hebben. En combineer dat. Zorg dat je orthogonaal bent ten opzichte van anderen. Ja, als ik dat moet uitleggen, dan heb ik nog wat meer tijd nodig. Maar... <laughs> Je, je moet niets. niet allemaal dezelfde mensen dezelfde dingen laten doen. Maar je moet zorgen dat je niet uitwisselbaar bent met anderen. En iets kan toevoegen dat je op jouw gebied de allerbeste bent die er bestaat. En dat je kan samenwerken met anderen om elkaar te versterken. Dan krijg je synergie. Dankjewel, Jaap. Ja, okay.